Breda nu. Je weet het meteen. Lately I've been chasing daylight. Hoe trots ben je op deze leerlingen? Ja, heel trots natuurlijk. Het is voor ons de eerste uitstapje in het Brabantse. En als je er dan met 12 begint, met 15 begint, zijn 12 over de opleiding gedaan. En alle 12 slagen ze, ja, dat is natuurlijk top. Dus ja. En hoe vind je dat ze het gedurende de opleiding hebben gedaan allemaal? Ja, ook goed. Ze zijn allemaal geslaagd natuurlijk. We zijn voor een aantal nog op zoek naar werkplekken. Dus als werkgevers dit zien en ze zoeken nog potentiële leerlingglazenwassers, moeten ze ook zeker bellen met ons. En ja, gewoon top. Dus ja. En de leerlingen die zijn afgevallen, heeft dat voornamelijk met de opleiding zelf te maken dat die misschien toch best wel pittig is? Nee. De opleiding is niet pittig, omdat we hem eigenlijk weer helemaal naar een leerlingmodule hebben geschreven. Dus ook uitvoeren, dus dat is heel laagdrempelig. En de leerlingen die zijn uitgevallen, ja, dat is echt wel door privéproblematiek. Of gewoon niet meer komen opdagen, ja, dat kan, dat hoort erbij. En dat is lastig soms, maar ja, als je geen contact meer kan krijgen, maakt dat ook wel lastig natuurlijk. En wanneer gaat het nieuwe jaar van start voor nieuwe leerlingen om zich te kunnen aanmelden? Voor Breda weet ik dat nog niet, want we moeten natuurlijk nog het opmaken van hoe is de uitstroom. Maar als het aan mij ligt, gaan we gewoon in maart verder. Want dan gaat de zon weer schijnen, dus dan hebben ze weer glazenwassers nodig. En ik heb in ieder geval wel werkgevers die al willen. Dus dat is altijd wel fijn om wat mee te doen. I don't wanna go without you. Think I loved you in another life. Even in the dark, even when it's cold, you stay true. Even hell feel like heaven. Even hell feel like heaven. Even de Gouden Wisser. Ja, misschien een verrassing. Het stond eigenlijk al op mijn lijstje. We hadden niet hoeven bellen. Ik zeg al ze, dat is voor Judith natuurlijk. Hoe voel je je nu je diploma hebt gehaald? Best wel trots. Ja, eindelijk iets gehaald wat ik leuk vind eigenlijk. Ja. Dus ik heb er best wel voor gedaan. Heb je veel moeten doen om dit diploma te halen? Voor mij doen niet. Nee, voor mij doen niet. Ik heb de dingen gevolgd wat ze me hebben gezegd. En klaar is Kees, zou ik maar zeggen. En wat is de volgende stap nu? Ik denk heel veel werken bij Cleaning Partners, ja, heel veel werken, want genoeg werk in België, dus ik ga er gewoon voor. En misschien, wie weet, eigen bedrijfje, je weet maar nooit. En je hebt dit werk aangeboden gekregen naar aanleiding van deze opleiding? Ja, ik heb de opleiding moeten volgen en dan moet je een stage lopen en dan na de stage bieden ze je een contract aan en dat is inmiddels gelukt. Dus ik kan lekker aan de slag. En je voelt je dus een echte glazenwasser? Nu wel, ja. Nu dat ik mijn papieren heb, voel ik me echt een glazenwasser, ja. Ja. Hoe voel je je nu je diploma hebt gehaald? Goed, fijn. Ik ben blij. Ik heb alle papiertjes nu en ik heb een gouden wisser. Ja, ik ben erg blij dat ik hem nu in de handen heb. En wat houdt zo'n gouden wisser in? Blijkbaar dat degene met wie ik de opleiding heb gedaan, of tenminste de cursus, die vonden dat het gezelligst of het leukst met mij. Dus dat is een eer. Had je dat zelf verwacht of stiekem gehoopt? Nee, ik had het wel leuk gevonden, maar ik had het niet gedacht dat ik het zou worden. Nee. Nee. En voor je opleiding, heb je daar veel voor moeten doen om dit diploma te moeten halen? We hebben een aantal weken, volgens mij 6 weken, elke week bij het NAC-stadion moeten verzamelen en dan gingen we leren hoe je moest glazen wassen, op de ladder lopen, hoe je met een hoogwerker moest werken en theorie hebben we een beetje gehad. We hebben nog een VCA voor de veiligheid en IPAF voor de hoogwerkers, dus dat zijn toch dingetjes die je dan moet leren. Dus ja, redelijk wat. En wat is je volgende plan nu je diploma hebt? Ik heb stage gelopen bij Cleaning Partners in Oosterhout en die hebben me een contract aangeboden. Dus die ga ik morgen tekenen en dan ga ik volop aan de slag. Ja. En nu voel je echt een glazenwasser? Begint te komen. Ja, ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik kan het al wel, maar ik moet nog ook een beetje snelheid en dingetjes leren en zo. Maar
begint te komen.